U zag hem al een tijdje geleden in de unboxing. Het is de Razer Lancehead. Weer een draadloze muis van Razer. Of we moeten zeggen een hybride. Hij kan zowel draadloos, hij kan met draad. Hij heeft alle kleurtjes van de regenboog. Een compleet nieuw design, nieuwe software. Mike mocht ermee aan de gang. Mike, wat vinden we ervan? Allereerst vind ik hem heel veel keuzevrijheid bieden. Ja. Want draadloos, bedraad, rood, blauw, rood, groen. Alle kleuren die je maar kan bedenken. En misschien ook nog wel een paar kleuren die je niet kunt bedenken. Die je niet kunt zien. Ultraviolet. Dat. Tweehandig. Bovendien, oh ja, ook. Hij is ambidextrous. Hij is ambidextrous. En ja, je kan er alle kanten mee uit. Alleen tegelijkertijd vind ik hem ook wel heel erg duur. Ja, want voor wat bedrag gaat dit? Voor welk bedrag gaat dit ding op de kop? Ik geloof dat het €140 kost. Dat is. Daar kun je bijna twee goede dev adders van kopen. Ja. Of een wat ouder muisje van Razer die ook prima is, zou je daar kunnen kopen. Of een andere. Die of een ander merk. Ja, en dat je kunt van een ander merk kun je er misschien wel drie kopen. Dat is aardig prijzig. Dat is aardig prijzig. Maar dan krijg je wel. Want het is wel weer zo'n ding. Razer lanceert niks nieuws zonder er hele grote unique selling points aan te hangen, zoals weet je al, langste bereik, sterkste bereik, minste latency. Het is wel een draadloze muis met, als ik het goed heb, 16.000 dpi. Wat nou echt een beetje dat is een beetje het hoogste wat de meeste muizen komen. Veel hoger hoef je ook niet. Nee, sowieso 16.000 is al marketingpraat. Ja, heel vaak wel. Nou ja, goed, dan kun je dpi op zijn allerhoogst zetten en in de game je sensitivity op het allerlaagst. Dat schijnt dan weer een andere manier om spelen te zijn. Okay. Heel niche, maar als je dat wil, kan het. Ja, ik vind het zelf absoluut niet nodig, want je betaalt eigenlijk voor draadloos en bedraad kunnen gebruiken, ja. Voor de RGB-lichtjes. RGB-lichtjes zijn sowieso altijd €30 bovenop alles, basically. Maar al die dingen die zijn allemaal heel erg niche. Ik ken weinig gamers die zeggen, ik moet een muis hebben met draad, maar ook zonder draad. Juist. Met alle kleuren van de regenboog. En ik wil af en toe ook met links kunnen gebruiken. Ja. Bij sommige activiteiten wil je graag je rechterhand vrij hebben. Hey. Begrijp ik. Ik oordeel niet. This guy has priorities. Maar is het je dan waard om €140 aan een muis te geven? Nou, het ding is wel, ze lanceerden allereerst dit. Ze lanceerden allereerst dit. Maar ze komen nu ook met meerdere muizen die ongeveer dezelfde body hebben. Bijvoorbeeld ook draadloos zijn of alleen maar bedraad. Ja. Weet je, er is een tournament edition hiervan. Ze hebben de Atheris die wat meer gericht is op ook werken. Er zitten ook geen lichtjes in, maar hebben dan wel, weet je, draadloos en het design. Dus het is duidelijk dat dit niet het enige is wat ze aanbieden. Dit is alleen hetgene wat alles aanbiedt van Razer. Ja, juist. Eigenlijk. Dit is als je het complete, het totale pakket wilt en ook per se van Razer wilt. Ja. Dan is deze muis voor jou. Merk fetishisme is natuurlijk nog steeds dingetje, ja. Maar een van de problemen die ik heb met het draadloos gebruik van deze muis, is als je een apparaat hebt dat werkt met USB 3.0, en die stekker daarvan zit te dicht bij de adapter van de lenshead, dan hapert die als de ziekte. Oh, oké. Okay. Huh? Dus gewoon een soort van interference of zo in de USB-buizen? Ik denk het. Ik weet niet precies hoe het zit, want als ze ver genoeg van elkaar zitten, dan is alles prima, is alles koekenij. En als je een bedraad doet, is, neem ik aan, ook alles koekenij. Ja. Ja, oké. Okay. Dat is wel een beetje apart. Heel apart. Maar het komt ook misschien ook wel. Ze hebben nu natuurlijk nieuwe software uitgerold die nu in beta is. Je hebt nu Razer Synapse 3. Ja. Dit is eigenlijk het eerste beest wat werkt met Razer Synapse 3. We hebben ook al die hardware development kit, die ledjes en zo, die werken daar ook al op. Maar dit was het eerste wat ze uitrolden. Dus misschien zitten er nog gewoon wat babyfouten in die beta-versie? Ja, ik denk het wel. Want ook het schakelen tussen dpi, je hebt dpi omhoog, dpi omlaag knoppen. Ja. Als je hem draadloos gebruikt, zit er zeker een halve seconde vertraging tussen het schakelen tussen dat dpi-stand. Dus in een game is dat best wel vervelend als je denkt van oké, ik ga nou snipen, dus ik wil met dpi omlaag. Ja. Alleen dan moet je dus nog een halve seconde wachten voordat dat in werking treedt. Ja, dat zijn die halve secondes waarin je die 360 no-scope al had kunnen doen. Dus Nee, dat is dan wel wat minder. Maar de kinderziektes zijn nog aanwezig. Oké, die zijn er dan. Maar je noemt natuurlijk nou al, weet je wel, een beetje snipen met het ding. Gamet het ook wel lekker? Het gamet lekker als je inderdaad geen USB 3.0 apparaat hebt aangesloten. En Niet te veel schakelt tussen dpi's. Oké. Nou ja, dat is dus wederom iets wat best wel niche is. Want ik wil wel in een game kunnen spelen, maar ik hoef dan nooit mijn dpi te schakelen. Ja. En ik wil een aantal dingen nog in mijn USB-poorten kwijt, wat dicht bij de adapter van dit ding. Oké, dus het is niche boven niche. Ja, in de geschreven review zeg ik ook van draadloos gebruik, dat doe je eigenlijk alleen in werk- of studiesituaties. Ja, en dat zijn juist de situaties waarin je dus een externe harde schijf
wil plaatsen. Ja, dat is inderdaad wel een dingetje. Dus, hè? Dat is wel heel apart. Maar dat is wel een ding wat er eventueel ook nog uitgepatcht zou kunnen worden. Ik hoop inderdaad dat dat in de firmware zit. Ja, als het een firmware probleem is, kunnen ze dat er misschien uithalen. Dus ik hoop heel erg dat dat het probleem is. De software is ook nog in beta, dus misschien kunnen we daar niet heel erg proberen over zijn. Het is overigens prima software hoor, want schakelen tussen links- en rechtshandig gebruik, letterlijk één druk op de knop en je bent klaar. En de nieuwe Chroma Studio als je meer dingen met je lichtjes wil doen. Ik vond persoonlijk de nieuwe Chroma Studio wel fijner dan de oude Ray Snaps. Het programma ziet er ook niet meer uit alsof het zoiets van games, ruig, metaal. Het is wat subtieler. Het is gewoon lekker strak wit of grijs met een beetje razorgroene tinten. Dat is goed te doen, vind ik fijn. Overigens mis ik wel één optie. Razer, alsjeblieft, implementeer die. Gratis advies. Oké, hier krijgt u het. Laat mij die ledjes uitzetten als hij in draadloze modus is. Gewoon automatisch. Oh, hij heeft geen energy saver modus of zo. Niet dat ik heb kunnen vinden. Dan moet je naar een ander profiel gaan voor draadloos gebruik. Ja, juist. En zeker RGB ledjes die vreten, zuipen en roken stroom. Ja, nee, dat is inderdaad wel waar. Ja. Dus ik zou graag... Er is een optie van zet lichtjes uit in... deze twee gevallen, als de monitor uitstaat of als de muis 5 minuten niet slaapstand zou eigenlijk al een soort van stevast zou die al uit moeten gaan. Ja, als hij draadloos is, dan vind ik gewoon die RGB-verlichting moet uit. Want... Ja. Hoe is de accu trouwens? Gaat het wel, stel je zet de lichtjes uit en je gaat er gewoon lekker mee gamen, dan ben je wel... Ik bedoel, hij is niet leeg na 3 uur of zo, toch? Na 3 uur niet. Na maar... 4? Na 4 wil ik ook niet zeggen, maar het is wel zo dat je als je 2 dagen zeg maar van 9 tot 5 ermee werkt, dan is het sloes, dan moet je hem wel weer bekabelen. Maar goed, dus het is niet zo dat je de muis op kantoor kan laten liggen en de kabel thuis. Nee, dan krijg je dat. Niet, dat baas, ga je brouwen. Ik zou wel de Photoshop willen maken, maar juist. Ik heb mijn kabel niet bij, mijn muis is leeg. Je weet wel hoe dat gaat. Ja, you know. Nee, oké. Okay. Dus, wat ik van jou merk is, het is een ontzettende luxueuze muis voor een bepaalde niche. Voor een hele kleine niche. Met een paar babyfoutjes. Dus als je hem wil kopen, misschien kijken naar de iets goedkopere varianten, de vaste bekabelde variant, of wachten tot die babyfouten uit... Juist. Ik weet ook niet of het veel meer fouten zijn in de draadloze variant of niet. Ik bedoel, we reviewen tech, maar we gaan die shit niet openhalen om te kijken waar is de kortsluiting? Nee, juist. Dus ik hoop voor Razer dat het een firmware probleem is, want dan is het te patchen. Maar zo niet, dan raad ik je vooral de Tournament Edition aan, want die is... Ik geloof 40 euro goedkoper afhankelijk van de webwinkel. Ja, en gewoon kabel. Met een kabel, dan mis je het draadloze gebruik. Maar verder heb je volgens mij echt alles wel binnen. Ja, RGB. Tweehandig gebruik, RGB, alles. Hetzelfde aantal dpi, ultrapolling, alles. De versnellingskracht en zo. Nou. Dus in deze staat, nee, ik raad de Lenshead in deze vorm niet aan. Maar de Tournament Edition... kan ik de waarde van inzien. Ja, daar heb je het dan. Wederom een dure muis van Razer. Wederom voor een bepaalde niche. Dit was het voor Gamers Dier van deze week. Ik ga vooral de geschreven review lezen van Mike, want dat zijn ook alle specs. Weet je, dan kun je gewoon lezen van wow, 1000 hertz ultrapolling. Wauw, oké. Okay. Ja. Nou goed, eigenlijk ook al door Gamers Spoilers. Ja, shit. Oké, we laten nog wel wat andere dingen die je dan daarin kan lezen en niet hier hebt. Maar goed, dat was het voor deze keer. Kijk vooral door. Je kunt doorklikken naar andere video's uiteraard hier beneden en zo. Of hierboven, ik weet niet. Aanklikbare elementen, man. Meer Gamers dan Gear. Tech reviews, game reviews, meer Razer komt eraan. Unboxings, gamersnet.nl voor al je game news. Woorden, linkjes, zinnen, social media, buzzwords. Mike. Tom. Bedankt. Tom, jij ook bedankt.